Waren dit voor jou ook een van de meest hectische dagen uit jouw carrière tot nu toe, Jamie Brunier, de afgelopen dagen? Eigenlijk valt het wel mee. Je merkt wel dat het rondom ons heen dat er wat meer drukte is, zeg maar. Maar om mezelf en om de spelersgroep is het gelukkig nog wel wat rustiger. Hoe merk je dat het drukker wordt? Je leest natuurlijk dingen, je hoort dingen van buitenaf. Dus dan merk je wel dat er van buiten wat meer druk is om de mensen om je heen. Ja, dan gaan die pijlen richten zich met name op de positie van de directeur en dan vooral ook zijn aankoopbeleid waar veel over te doen is. Heb je daar een mening over als de aanvoerder van Sparta? Kijk, als je wordt aangesteld als een technisch directeur en de opdracht is om Sparta weer naar de Eredivisie te krijgen en dat lukt niet, dan krijg je natuurlijk kritiek. En dat is voetbal natuurlijk, dus dat hoort erbij. Het is natuurlijk wel dat we ook wel wat pech hebben gehad. Dat we er nu 2 jaar echt heel dichtbij zijn geweest. En dat het gewoon net niet lukt. En je zit nu natuurlijk in een fase waar ook in de wedstrijden waar het er niet uitkomt. Ja, en dan weet je dat er druk gaat komen. En wat kan jij jezelf dan verwijten? Jezelf. Kijk, je doet elke dag je stinkende best. Dat weet ik van mezelf dat ik dat doe. En ik zie ook wel dat dat in de groep gebeurt. Alleen het moet nog beter. En dit is niet eens dat de instelling niet goed is of wat. Maar ja, voetballend gaat het nog niet zoals wij willen. Wat heeft Sparta, heel cru gezegd, aan een aanvoerder die de laatste 4 wedstrijden nu gewisseld wordt? Dat klopt. Ik ben de laatste 4 wedstrijden steeds een kwartier, 20 minuten voor tijd gewisseld. En dat komt omdat ik nog niet helemaal wedstrijden fit ben. Ik kan nog niet helemaal de 90 minuten uitspelen. Je merkt gewoon dat je in die laatste fase dat je gewoon nog wat krachttekort komt en wat conditietekort komt om een hele wedstrijd uit te spelen. En toch speel je. Dus dat moet voor jou ook een lekker gevoel zijn dat de trainer je heel veel vertrouwen geeft. Aan de andere kant, hoe lang gaat het duren voordat je wel helemaal fit bent? Dat klopt. Nee, kijk, ik weet dat de trainer heel veel vertrouwen in mij heeft en dat is fijn. Ik bedoel, dat is alleen maar fijn als voetballer. En hoe lang dat nodig heeft, ik moet zeggen dat ik de laatste wedstrijd tegen Excelsior en de wedstrijd tegen VVV, dat ik wel het gevoel had dat ik meer naar dat punt kwam dat ik er doorheen ging komen. Maar net op dat moment word je ook gewisseld, dus je kan het ook niet laten zien dat het... dat het wel beter gaat. Maar aan de andere kant, we hebben ook gewoon jongens in de selectie. We hebben een brede selectie. Ik vind nog steeds dat we een hele goede selectie hebben. Die dat moeiteloos kunnen invullen. En alleen jammer genoeg komt dat er ook nog niet helemaal uit. Nee, en daarom neemt de kritiek toe. Ook vooral bij de supporters. Natuurlijk uiteraard eerst op Vloed. Maar ook een beetje op jullie en op de trainer. Heb je daar begrip voor? Ja, nee, tuurlijk. Uiteraard. Ik bedoel, Sparta is een club in mijn ogen die altijd in de Eredivisie hoort te spelen. En die supporters die verwachten ook gewoon dat we in ieder geval bovenin in de Jupiler League altijd horen te spelen. Dus dat is alleen maar terecht dat ze nu boos zijn en kritiek hebben op ons natuurlijk. Ja, ze zijn ook een beetje moe van de woorden na afloop. Het komt allemaal wel goed. Een trainer die alles, die alleen maar rust predikt, daar worden ze moe van. Kan je dat voorstellen? Ja, tuurlijk. Dat snap ik. Kijk, we willen natuurlijk ook resultaat zien. En we willen natuurlijk ook dat het met goed voetbal gaat en met strijd. En dat snap ik. Dat snap ik. Alleen, ik denk strijd dat... misten we bijvoorbeeld maandag, hè, grotendeels. Ik denk dat het nogmaals... De instelling was gewoon goed bij ons. Ik bedoel, we hebben... Ik denk niet dat ik, als ik in ieder geval namens mezelf spreek, dat we gewoon alles in die wedstrijd hebben gegooid. En ik kan begrijpen dat het soms overkomt dat we niet strijden. Maar het is ook vaak omdat het positioneel nog heel vaak niet goed staat, dat je altijd een stap te laat komt. En waardoor het ook vaak lijkt, waardoor je niet die strijd levert die ze willen. Terwijl de intentie er wel is, maar het komt er op dat moment dan gewoon niet uit. En dat is kloten. Is het ook, ik vroeg net aan Johan Voskamp ook, heeft het ook met kwaliteit te maken? Dat jullie misschien wel helemaal nog niet zo goed zijn, dat jullie zomaar bij die eerste 5 gaan spelen? Nou, dat denk ik niet. Ik denk dat er genoeg kwaliteit is in deze groep. We hebben genoeg jongens in de groep die makkelijk een team kan leiden en kan trekken. Maar nogmaals, jammer, het komt er gewoon echt net niet uit. Ik bedoel,
Aan de andere kant, Excelsior, ja, je komt met Deekman en Johan, kom je alleen op de keeper af. Als die erin gaat, ja, dan kan je die wedstrijd ook zomaar naar je toe trekken. En niet dat dat terecht was geweest. Alleen ja, dan was het een hele andere situatie geweest natuurlijk. Maar die bal, die mag toch van een goede speler verwachten? Of sowieso van een speler verwachten dat hij normaal breed gelegd wordt? Ja, nee, dat klopt. En ik denk ook dat het is op een gegeven moment ook heeft met vertrouwen te maken. Weet je, en met gevoel. En kijk, is het vertrouwen er en heeft iedereen een goed gevoel, dan komt die bal wel goed aan. En dan prikt Johan die bal wel binnen. En ja, op dit moment zit dat er helaas nog niet in. Dat dan mee zit, weet je. En ik hoop dat zo snel mogelijk komt. Want ja, we hebben gewoon kwalitatief een hele goede selectie. Daar ben ik nog steeds heilig van overtuigd. Dat was je de afgelopen 2 jaar ook, hè? Ja, nou, maar zeker. Maar ja, we zijn er ook afgelopen 2 jaar ook steeds dichtbij geweest. Ik bedoel, het is natuurlijk wel zo dat je 2 jaar lang ook wel belangrijke spelers steeds kwijtraakt. En dat je weer nieuwe jongens terugkrijgt. Wat ook kwalitatief ook goede spelers zijn. Alleen ja, het heeft altijd wel even nodig voordat het helemaal op elkaar ingespeeld is. En ja, jammer genoeg duurt het nu wel heel lang. Want we moeten nu wel zorgen dat we snel mogelijk punten gaan pakken natuurlijk. Ja, en dus is het zaterdag D-Day. Zijn jullie daarvan doordrongen? Ja, D-Day. Ik bedoel, wij willen elke wedstrijd winnen. En, nu wordt het wel heel belangrijk, hè? Ja, tuurlijk. Maar het is elke wedstrijd is belangrijk voor ons. Wij moeten elke wedstrijd willen winnen. En natuurlijk nu helemaal, omdat de druk erop staat, moet je die wedstrijd gaan winnen. En daar gaan we alles aan doen. En ik heb er alle vertrouwen in dat we dat gaan doen. Is er een andere voorbereiding naar die wedstrijd tegen Almere dan de afgelopen periode? Nee hoor. Het is wel. Je merkt wel gewoon dat de spelers onderling met elkaar praten. De trainer die praat met ons van kleine dingetjes even aanscherpen. En misschien dat heel iets anders is. Maar voor de rest, iedereen die bereidt zich op zijn eigen manier voor. En we doen het nog steeds zoals we vanaf dag 1 begonnen zijn.